Laat mij even een slokje nemen van mijn bakkie. Daar is ze weer. En vandaag een hele bijzondere aflevering. Want jullie verwachten het niet. Maar hier is dan toch de enige, de echte Dani Hagebeuk. Sorry Dani. Slecht nieuws. Ik was dit weekend weer enorm agressief. Ik heb mezelf misdragen. Misdragen in de zin van niet alle potjes afmaken. Niet eruit halen wat erin zit. En daarvoor heb ik spijt. Oprechte spijt. Ga ik al mijn weekendly potjes opnemen. Ga ik daar een samenvatting van maken. Ga ik voor jullie even laten zien hoe het nou precies met mij gaat. En hopelijk kunnen we er allemaal wat van opsteken. Ook ikzelf. Want echt, och jongens. Ik was een partijtje slecht dit weekend. Gaan we Weekend League Rewards gaan we openen. Ik hoop door goede spelerspakken. Dus het is zeker geen overbode om te zeggen dat ik de coins enorm hard nodig heb. Ja, echt waar. Het zou toch een partijtje lekker zijn als we Coutinho, De Gea en Perisic in één pack zouden hebben. Dat zou toch fantastisch zijn. Dan ga ik gillen. Dan gooi ik deze fles. Gooi ik zo daar naartoe. Auw. Ja. Waarom open ik nu deze packs en wacht ik niet de volgende week? De E-divisie gaat er weer bijna beginnen voor de Xbox. De opnamedagen die komen eraan. En wat houdt dat precies in? Dat houdt precies in dat ik mijn team een beetje op orde moet hebben. Dus ik ga alles cashen wat ik nu kan cashen. Want de spelers zijn best wel veel waard op het moment. En dan hoop ik gewoon dat ik daar flinke winst in kan halen. En dat ik gewoon alles lekker met een hoge prijs kan verkopen. Zodat we ook weer heel veel leuke spelers erbij kunnen halen. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Een like zou ik heel erg waarderen. Doe de notificaties aan en dan komen al mijn video's in je abonnementenbox. Laten we nu lekker doorgaan met de video. Elite 3, Cat, 1 Jumbo en 70.000. Oh, dat is wel echt zonde dat ik het niet heb afgemaakt. Ga ik jullie even laten zien wat het team van de week is. Dat is het team van de week. We hebben... Oh, Coutinho. 225 zie ik hier. Aspas. Kleine 80. We hebben Özil. 132, we hebben Rooney, 141, wow, die is niet zoveel. Coman, zeker ook wel rond de 100, hij is niet zo hard. 100, ja, en dan hebben we nog onze grote jongens, ook wel zeker wat, een backie, de beste back denk ik. Ja, de beste back van, ja, en dan hebben we natuurlijk De Gea. Ja, die is natuurlijk hartstikke veel waard, ja, als je die packt, dan ben je binnen. Maar oké, we weten het niet, we gaan gewoon even kijken wat we kunnen packen. Zou toch een tijdje lekker zijn als we Gea packen, maar het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Nee, ik denk het niet. Daar gaan we. Eerst de Jumbo zelfs van het feestpakket en dan gaan we gelijk door naar het premium team van de weekpakketten. 3, 2, 1, klik. Let's go. Oh. België. LM. Casco. Nice, 85 regels. Goeie. Prima, prima begin. Prima begin. Niks op aan te merken. Oh, Isinje ook nog. Dat is lekker. Want Isinje is wel meer dan 10k volgens mij. Ja, is 10k, rond de 10k. Carrasco is ook denk ik rond de 10k. Oh, wel meer. Oh, dit is lekker zeg. Dat is wel lekker. Oké, dan noemen we die lekker allemaal Doumbia. Oh, Clozano. 3, 2, 1, klik. Let's go jongens. Let's go. Let's go. Oké, okay, welke vlag krijgen we? Duits, spits. Hier ben jij opgeleid, alles niet goed. Het is 81 denk ik. 82. Gnabry. Oh, die is wel heel snel. Misschien is die wel wat waard. Weet het niet. Je weet het niet. Ja, die andere twee zijn sowieso niks. Maar misschien gaat deze nog over 20k of zo. Nee, dat meen je niet. Dat meen je niet zoveel. Dat ben je lucht nieuws. Die, dit is waarschijnlijk gewoon helemaal niks. 1000. En die mag gelijk elk aannemelijk bot op zwartemarktplaats.nl. Rustig! Lekker wegwezen met hem. Daar heb ik helemaal niks aan. Ja, zeker een doelman. Dat mag echt op zwartemarktplaats.nl. Wegwezen! Lekker, hier zo. 11.500. Die voor jou, alsjeblieft. Jongens, wil je hem kopen? Staat ze nieuw. Gaan, het is toch een 100k die je in één packje hebt. Dat is gewoon lekker, 100k. Hoppakee. En de laatste, jongens, come on. Rooney, Bamos, hoppakee, van je 84? Ja, lekker zeg, walkoutje, heerlijk zeg. Ja, dat is gewoon weer 100k, dat is gewoon prima, dat is gewoon echt prima. En dan hebben we nog een Becky erbij, daar verwacht ik niet zoveel van. Kijken,
Nee, dat is niet zoveel. Ja, en Rooney, super chill. Dat is toch 100k, toch? 150. Vamos. Dus we zitten nu op 400.000 met alleen deze Weekend League Rewards. We moeten nog even een klein beetje erbij hebben. Het zou gewoon enorm lekker zijn als we het nog winstgevend kunnen afsluiten. We gaan gewoon kijken. 400.000 ben ik sowieso niet ontevreden mee. En ja, laten we gewoon even gaan kijken wat die laatste brengt, jongens. Let's go! Het zou zo lekker zijn. Dan zou ik zo lekkere spelen kunnen toevoegen aan mijn team. Maar oké, we gaan even kijken wat we ermee kunnen doen. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Goden. Goden, bent u daar? Oké. Frans? Nee, hij is er. 81 André! Alsnog heb ik met deze video helaas maar rond de 400-450.000 coins opgehaald. Helaas niet wat we gehoopt hadden. Geen Perisic, geen Özil, geen De Gea. Is niet erg. Volgende week, of dit weekend, gaan we weer knallen voor Weekend League. Zal ik mijn potjes opnemen. En dan zullen jullie ook zien wat er goed, wat er goed gaat, wat er fout gaat. En zullen we nog met een leuke twist gaan we die allemaal neerzetten op YouTube. Zodat jullie het allemaal kunnen volgen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog zou ik heel erg waarderen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie allemaal de volgende keer. Ciao.